Met de leus, verspil me niet, ik ben nog goed, probeert de Duitse supermarktketen Lidl vanaf vandaag zijn klanten te interesseren voor producten die de dag erna niet meer verkocht kunnen worden. Alles voor 25 eurocent per stuk. Op dit moment doen we niks meer met die artikelen. En daarom willen we deze artikelen graag aanbieden voor onze klanten. Zoals het ook gebeurt bij andere concurrenten. En daarvoor hebben we gekozen voor een kwartje. Omdat het eenduidig is in het prijsbeleid. Wij hebben geen verspilling meer en de klant heeft een voordeel. Het project is een proef in het Gooi en in de omgeving van Amersfoort. Als de 25 cent actie daar aanslaat, zal die uiteindelijk landelijk worden ingevoerd. Concurrent Albert Heijn denkt ook na over de verspilling. De grootgutter doneert aan voedselbanken, heeft een 35% kortingsactie en heeft onlangs ook een proef gedaan met extreem lage opruimprijzen. Echt nieuw is het overigens allemaal niet. Op de markt wordt natuurlijk al decennia gestunt met restpartijen. Het is doodzonde als het allemaal in de grote land natuurlijk. Dus kun je het beter gewoon weggeven of goedkoop verkopen. Wat er minder mooi uitziet, dat doen we naar de 50 cent. Zo. Als het echt niet meer kan, dan gaat het weg. Dan gaat het weg. Maar er lopen hier altijd mensen op de markt die waarschijnlijk of geen geld hebben of geen geld willen uitgeven. En die beginnen wat te graaien. Dus weg gaat het altijd wel.